ik was aan de andere kant. En ik ben gelijk op het balkon gaan staan. En toen zag ik haar wel buiten voor het hek staan. Zo, maar ze durfde niet meer te springen. Die stonden achter met de laken. Die zeiden van spring, spring. Die wil daar opvangen met de laken, maar ze durfde dat niet. Toen is ze gewoon op de balkon blijven zitten. En toen zag je ze zo wegzakken. Ja, toen was het einde oefening. We schrokken wakker om 8:00. En ik hoorde een knal, de ramen vlogen eruit. En ik zag een grote brand op mijn balkon. Ik dacht één ding, gewoon gelijk rennen naar buiten, man. En gelijk bij de buren aangebeld, van iedereen wakker maken. Nou, we kwamen buiten aan en we zien die twee appartementen allemaal. Helemaal in de fik. We zien ook dat het impact heeft in de buurt. Daarvoor wordt ook slachtofferhulp ingezet. Dat doen we niet zomaar als maatschappij, maar dat doen we echt om mensen te helpen. En nou ja, het was gewoon pijnlijk om te zien hoeveel mensen hier last van hebben. Het heeft echt wel impact. En ik kon niks meer doen. Het was echt helemaal stil. Ja, gewoon tranen in je ogen wat er gebeurt en je kan niks doen.